In deze video ga ik je uitleg geven over de opdracht waarbij je een flyer gaat maken voor het bedrijf Sneakers for You of voor Healthy Snacks. Ik help je even met opstarten, ik vertel je een beetje waar je op moet letten en vervolgens ga je zelf de flyer maken. Nou, kijk maar even met me mee. Ik heb de opdracht hier voor me en altijd heel belangrijk is natuurlijk dat je de opdracht goed leest en dat je kijkt naar de productie-eisen. In dit geval is de flyer aan één kant bedrukt. De flyer is gemaakt op A5. Wat we gaan doen is, we gaan eerst eens eventjes een nieuw Illustrator bestand openen. Nou, dat gaan we doen. Bestand, nieuw. Omdat in Illustrator A5 bij drukwerk niet standaard als voorinstelling staat, ga je invoeren 148 mm bij 210 mm. Klik op maken. Wat ik dan heb, is uiteraard een tekengebied op A5 en hierop gaat de flyer gemaakt worden. Ik ga weer even terug naar het digitale boek. Als we gaan kijken bij werkwijze, dan kun je bestanden downloaden, want deze bestanden die moet je verwerken in de flyer. En ook het logo dat je hebt ontworpen moet terugkomen in de flyer. Ik klik erop, vervolgens klik ik er nog een keer op, druk op OK. Dan is deze bij downloads terechtgekomen. Het is nog steeds een gezipt bestand, dus ik moet hem weer uitpakken. Dubbelklik in mijn geval bij Apple en anders rechtermuisknop en hier uitpakken klikken. Daar zitten vier bestanden in en dat is eigenlijk de skyline van vier steden. En die moet je samen gaan voegen in Illustrator. Klik op bestand. Plaatsen. Ik ga naar de vectorbestanden toe. Ik selecteer ze allemaal. Hou shift ingedrukt. Ik klik op de onderste. En ik klik, 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 klik. Dit zijn vier skylines en die moet je samenvoegen tot één skyline. Hier heb ik dat al gedaan. Nu zie je dat ik een stukje van Parijs heb gepakt. Ook een stukje van New York en Londen. Zo is dat één skyline geworden. Ik heb hier al twee voorbeelden van flyers. Waar je even goed op moet letten. En dan ga ik ook even met je doornemen. Is dus de productie-eisen. Nou. De flyer is aan één kant bedrukt. De kleuren op de flyer moeten hetzelfde zijn als de kleuren van het logo. In het midden staat een grote basisvorm. En je moet ook duidelijk de belangrijkste tekst op de voorkant zetten. Dus je moet eventjes goed voor jezelf opschrijven wat de belangrijkste tekst is. We hebben het over een 40% kortingcode. Er is een opening over 2 maanden gepland. En binnen 4 maanden na opening kunnen mensen nog steeds de 40% korting krijgen. Je gaat je best doen om gewoon een mooie flyer te ontwerpen en denk goed na over de plaatsing van de tekst en de basisvorm. Het is voor de rest helemaal aan jou om deze flyer vorm te geven. Als tip geef ik je nog wel even mee. Ga ook eens eventjes op zoek naar andere flyers die al zijn vormgegeven door andere mensen. Zoek daar op internet of misschien op Pinterest dingen voor uit, zodat je in ieder geval een goed voorbeeldje hebt. En daar kun je op basis van dat voorbeeldje kun je een goede flyer maken. Nou, heel veel succes en lees nog even goed de productie-eisen en waar je flyer aan moet voldoen. En spreek met je docent af hoe je het inlevert. Nou, heel veel succes!